Oké. Onverwachte video. Maar vooral omdat hij in het Nederlands is. En volgens mij is dit de eerste Nederlandse video die ik op mijn kanaal plaats. Deze video heeft als aanleiding gehad een reactie van Dirt of the Gods. Nou, zoals gewoonlijk moet ik hem bedanken, want hij heeft mijn logo gemaakt. En dat ding is nog steeds hartstikke geweldig. En nee, ik ga je niet stoppen met je daarvoor te bedanken, want dat ding betekent gewoon echt veel voor me. Nou, zijn reactie was: "Have you ever thought about doing videos in Dutch? That way you may appeal to more people that are also from the Netherlands." In het Nederlands, heb je er ooit aan gedacht om video's te doen in het Nederlands? Op die manier willen Nederlanders misschien liever naar je kijken. Hier heb ik uiteraard over nagedacht. Maar voor mij zegt dat niet zo heel veel. Uiteraard heb ik over dingen nagedacht. Ik ben het type persoon wat over bijna alles nadenkt. Maar ik had het nooit heel erg overwogen. Niet echt op een manier om het daadwerkelijk te doen. En er zijn meerdere redenen voor dat ik er niet enorm snel naartoe zal springen. Allereerst voelt het alsof ik de mensen die normaal gesproken kijken bedrieg, soort van. Want ik weet de mensen, in ieder geval, ik weet een aantal van de mensen die altijd mijn dingen bekijken. Ik weet de mensen die normaal gesproken reacties plaatsen. En de twee die er het meest constant zijn, van één weet ik zeker dat hij niet in Nederland woont, en de andere weet ik het vrij zeker van. En deze twee pipo's die gewoon, waarvan ik in ieder geval voor bepaalde video's er bijna op kan vertrouwen dat ze ernaar zullen kijken, dat ik bijna een reactie kan verwachten van tevoren, om dan video's te maken die zij allebei niet kunnen volgen, voelt dan een beetje naar. Uiteraard is dit waarschijnlijk een hele domme reden, want allereerst sowieso voor een kanaal, het zijn twee mensen. Het is nou niet echt iets waar je een kanaal op kan bouwen. En waarschijnlijk maak ik me zorgen om niks. Het is gewoon, het voelt voor mij verkeerd. Er zijn uiteraard ook betere redenen. Bijvoorbeeld, hoeveel mensen zou ik kunnen bereiken? Want het aantal mensen wat ik kan bereiken met Engels is uiteraard veel meer dan ik kan bereiken met Nederlands. Want alleen in Nederland wordt Nederlands gesproken. Er is geen enkele reden waarom wie dan ook, waar dan ook anders, Nederlands zal spreken. Tenzij het een Nederlands gezin is wat ergens anders is, maar alleen Nederlanders spreken Nederlands. Dus met Engels kunnen er veel meer mensen volgen wat ik zeg. Het nadeel is natuurlijk wel, er zijn ook veel meer mensen die met hun kunnen praten. Bijna iedereen, of in ieder geval heel veel mensen op YouTube, maken video's in het Engels. Ik ben een van miljoenen mensen. Als ik video's maak in het Nederlands, alleen Nederlands kunnen mij volgen dan, maar er zijn ook minder andere mensen. In plaats van een van miljoenen ben ik een van waarschijnlijk iets van duizenden. Verder is het ook nog het punt dat ik hopeloos ben in vertalen. Als je mij een Engels woord geeft en dan aan mij vertelt wat is dit in het Nederlands, of andersom, dan heb ik vaak moeite mee. Het is niet iets wat ik goed in ben. Wat uiteraard wel te zien is op mijn kanaal, of tenminste ik hoop dat dat te zien is, is dat ik gewoon, ik ben goed in Engels. En op het moment laat ik niet heel goed zien dat ik ook gewoon natuurlijk Nederlands spreek, maar ja, dat leg ik eigenlijk in dit stuk uit waarom dat niet goed lukt. Want ik ben slecht in vertalen. Maar ik spreek gewoon Engels en ik spreek gewoon Nederlands. En ik kan daartussen wisselen. Het probleem is dat wisselen kost tijd. Redelijk zoals multitasken. Multitasken bestaat eigenlijk niet. Je kan geen twee dingen tegelijkertijd doen, tenzij je bij de één echt gewoon niet hoeft na te denken. Bijvoorbeeld, je kan lopen en iets anders doen, maar zelfs dan gaat het lastiger. Maar twee dingen echt tegelijkertijd doen, dat gaat niet. Wat je hersenen eigenlijk doen,
is constant tussen de twee wisselen. En dat gaat niet goed. Want, of tenminste, het is langzamer, want dat wisselen tussen de twee, dat kost tijd. Dat is gewoon tijd die je eigenlijk niks aan het doen bent. Dat is waarom het sneller gaat als je gewoon echt gefocust op één ding werkt. Een rare combinatie van als je op één ding gefocust bent en als je aan één ding werkt. Dat is iets wat iedereen doet, maar ik heb altijd heel erg de neiging om zinnen te combineren wat niet goed klinkt. Het probleem is, als je mijn kanaal in een doos moet stoppen, dan zou dat let's plays zijn. Gewoon, ik speel spellen. Ik neem op hoe ik spellen speel. Ik praat tijdens het spelen van een spel en dat wat ik op het internet zet. Het probleem is dat ik switch enorm makkelijk. Ik wissel enorm snel naar Engels. Gewoon, als ik op mezelf ben, dan ben ik over het algemeen in of in het denken zonder taal, wat altijd het interessantst is. Maar dat is niet iets waar ik op kan focussen, want zodra ik daarop ga focussen, dan is er een taal voor nodig. Of ik denk zonder taal, of ik denk in het Engels. En als ik in het Nederlands bezig ben, en ik zie iets geschreven of ik hoor iets in het Engels, dan zal ik heel snel wisselen naar Engels. En zelfs als ik Nederlands praat, dan heb ik heel erg de neiging om er Engelse woorden in te plaatsen. Dit is iets waar, zolang ik gewoon constant Nederlands praat, is dit iets wat ik zou kunnen overwinnen. Het probleem is meer, bijna alle spellen zijn in het Engels. Ze zijn er vast ook in het Duits en misschien een aantal andere talen, maar niet in het Nederlands. Nederlanders zijn heel erg van het ondertitelen, maar niet zozeer van het overheen spreken, de nieuwe stemmen onderzetten. Dat is iets wat ze in Duitsland heel erg doen. Het is in ieder geval iets wat ze bij films heel veel deden, of nog steeds doen, dat weet ik niet precies, maar Nederlanders deden altijd veel meer aan ondertiteling. En ondertiteling is niet echt mijn ding. Een van de belangrijkste voor het Engels leren voor mij was Engelse films met Nederlandse ondertiteling. Ik ben dyslectisch. Lezen kost veel energie en gaat langzaam. Het kostte minder energie om Engels te leren dan dat het kostte om constant de ondertiteling te lezen. Dus als ik dan spellen ga spelen en ik ga proberen in het Nederlands te praten, het probleem wordt dan heel makkelijk dat als ik iets Engels zie of iets Engels hoor, dat ik dan enorm snel over zal gaan op Engels. Dit maakt het gewoon lastig om dingen te vinden die ik in het Nederlands kan opnemen. Ik ga mogelijk een video proberen op te nemen. En dat wordt dan waarschijnlijk Minecraft. Want dat kan ik in, ik denk dat die een Nederlandse versie hebben, hopelijk. Maar gewoon de meeste spellen zou ik niet in het Nederlands kunnen spelen. En voor een Let's Play channel wordt het dan redelijk lastig. Want ik zou dan wel, weet ik veel, rare random video's in het Nederlands kunnen doen, maar als alle mensen die hier gewoon voor mijn Let's Plays zijn dan Engels van me verwachten en dan praat ik plotseling Nederlands, dat is dan ook weer zo'n onlogische. En als laatste weet ik ook niet heel erg of er mensen zijn die mijn dingen willen bekijken die niet gewoon goed Engels spreken. Dit is iets wat ik als gevoel heb, maar ik heb het idee dat ik, als ik interessant ben, dan is het omdat ik erg, weet ik veel, doordenkend ben. Ik denk veel over dingen na, ik denk te diep over dingen na. Ik denk dat je dat leuk moet vinden, dat je dat interessant moet vinden als je naar mijn zut wil kijken. En ik denk niet dat kinderen dat interessant zullen vinden. Ik denk niet dat een kind wil luisteren naar een of andere idiote volwassene die veel te diep over dingen nadenkt. Ik denk dat alleen volwassenen dat interessant vinden. Misschien onderschat ik kinderen. Misschien onderschat ik hoe
niet interessant ik ben. Misschien overschat ik hoe goed elk Nederlander is in Engels. Maar ik heb gewoon persoonlijk niet het idee dat er erg veel mensen zullen zijn die mij interessanter zullen vinden, of in ieder geval significant interessanter zullen vinden in het Nederlands dan in het Engels. Nou, als dit wel het geval is, dan moet je dat uiteraard zeggen, maar ik persoonlijk heb niet dat idee. Dus dat zijn redelijk de vier redenen dat ik niet heel erg geneigd ben om video's in het Nederlands op te nemen. 1. Het voelt als verraad, wat uiteraard dom is, maar zo voelt het wel. Het wordt heel lastig om dingen in het Nederlands te doen, gewoon omdat alle spellen in het Engels zijn. En als een spel in het Engels is, dan ga ik over op het Engels. En omdat er Engelse dingen op mijn scherm zijn en gewoon om me heen zijn, heb ik heel erg de neiging om naar het Engels over te gaan in deze video. En er zijn uiteraard veel minder mensen gewoon om mijn ze te bekijken als ik dingen in het Nederlands doe. Want ja, dan zit je toch echt gewoon vast aan Nederlanders. En de Nederlanders waarvan ik denk dat ze mijn zut interessant zullen vinden, ik denk dat die allemaal gewoon Engels kunnen. Maar je moet het uiteraard vertellen als dat niet het geval is. Als je denkt dat als jij of andere mensen mijn zut interessanter zullen vinden als ik dingen in het Nederlands doe, dan moet je dat uiteraard aan me vertellen. Dan kan ik het proberen. Dan kan ik kijken of ik een spel kan vinden wat in het Nederlands draait, wat gewoon helemaal Nederlands is. Gewoon geen Engelse tekst erin. Ik kan het proberen, uiteraard. Ik ben persoonlijk er alleen niet heel erg naar geneigd. Oh fuck, dit is het gedeelte waar ik normaal gesproken mijn outro doe. Het probleem is, mijn outro is gemaakt voor het Engels. Het is gemaakt in het Engels en vertaalt niet heel mooi naar het Nederlands. Dit was Phoenix. Vaarwelzeggend. Ja, ik moet een betere versie daarvan vinden voordat ik dit opnieuw ga proberen.